Yo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Rogue. Assassin's Creed Rogue, natuurlijk. Wij moeten hierheen, dus we gaan daar maar eens eventjes heen. Eens kijken wat hier allemaal is. En ik zit vast hier ofzo. Oké, we mogen verder. Moet hier kunnen we hier op of... Ik weet niet of dat mogelijk is. Dat is mogelijk. Aha, moeten we met deze gast praten. Eer en trouw. Nou, let's go. Shay. We have more cinnabro. Jack. Colonel Monroe surrendered to General Moncal. The French and their Abenaki allies took Fort Henry. Johnson was supposed to bring reinforcements here. I don't see anyone else. The Abenaki are restless. They don't understand the terms of surrender and refuse to heed Moncal. The colonel and his men were released this morning. They're walking into an ambush. Ik wist niet dat er toen nog zonnebril bestond. I'll protect the colonel. Thank you. Oké, we moeten de kolonel beschermen. Maybe I can finally repay my debt to him. Alright, wij moeten denk ik rechtdoor, of moeten we terug naar het schip? Nee. We gaan nu wat missies in de wildernis spelen. Dat is natuurlijk ook wel een keer leuk. Ik zie verder nog geen enemies. Dus dat is al positief. Oh, en daar ligt wel een dooie. Dat is niet echt positief. Nou, let's go. We gaan lekker door de boom heen. Oh. Wat doet die guy? Oh. Au. Au. Kut jong, kom hier. Godverdamme. Hoerenkind. Oh, Jezus Christus. Maar in één keer in mijn rug. Ja, dat was niet zo handig. Ik weet ook niet wat voor lui dat zijn. Nou, oké. We weten in ieder geval dat ze er zijn en dat ze, ja, best ook silent zijn. Ja. Nou, laten we even kijken wat we nu spawnen. Oh, hier weer. Ja, dat is ook weer erg fijn. Godverdomme. Ja. Nou, kijk, die gast staat er inderdaad bovenop, zie ik nou. Maar hoe komen wij daar dan? Naar bovenop. Ah, daar is er eentje. Hoe dan? Hoe weet hij dat ik er ben? Dat is toch best raar, maar oké. Waar is nou die andere gast gebleven? Kutkind. Oké, daar is er nou nog eentje verderop, zag ik net. Ja, aardig zo leuk, maar hij pakt helemaal niks op. Qua enemies. Nou moet deze gast ook nog een keer... Oh, wacht, deze kunnen we looten. Ik weet niet wat deze guy aan het doen is, maar... Wat kut... Klote hoer... Ah. Ik kon verder niet zoveel aan zijn, hè? Ja, ze zijn een jarig wat Engelsen dood, zie ik. Dus ja. Is dat niet heel goed nieuws, eigenlijk? Even kijken. Wat is hier? Niet zoveel, maar we kunnen hier wel naar boven toe, denk ik. En ik wil eventjes synchroniseren, maar ik heb geen flauw idee waar ik daarvan heen moet. Hebben we ook een map? Jezus, dat is daar helemaal. Het is nog wel een stukje verder dan ik had verwacht. Deze, die lui zag moeilijk kut. Die komen in één keer uit die bosjes en bovenop je te springen. Stoot je Mongolen. Oh, ik hoor ook wat vechten. Wat moeten we hier doen dan? Ja, ik mag daar niet droppen. Master Cormac. Sir, we must hurry. We should bring what's left of your man. Oh, dat is die gast. Of niet? Ja. Follow me. Safe passages ahead. Nou, dit wordt echt heel erg leuk, mensen. Dat kan ik je nu al vertellen. Ja, waar moeten we heen? Moeten we hierheen? Of wat de fuck? Moeten we eens praten? If you don't mind me asking, what happened at Fort William Henry? Poor planning and poor luck, I am afraid. Moncal was able to bombard us for days. Damn frog. Actually, he acted with great honor. When we sent for parley, he returned an offer far more generous than anticipated. We kept our arms, and more importantly, our colors. Only to walk into a trap. I would hardly expect the French to defend us. Would you? Dat bedoel ik. Die luiden zijn echt overal. Dus we moeten goed uitkijken. En vooral in de lucht ook kijken, et cetera. Kijk, ik ga eerst even synchroniseren. Dat is hierboven, denk ik. Ik bedoel, ik ben er nu al, dus laten we dat dan gelijk ook eventjes doen. Oh. Oh. Ik mag dus niet synchroniseren. Fijn. Erg fijn, ja. Oh, dit zijn er wel heel veel trouwens. Oké, ik heb al aardig wat neergemaaid nu gelukkig. Beetje op een knappe rammen hier. Kijk, die is ook nu dood. Nice. Mooi, die is ook dood. Die is ook dood. Nog meer, er is nog eentje daar. Ik kan nou even een beetje snel synchroniseren. Oh, we moeten ook naar boven toe blijkbaar. Oh, we moeten springen hier, zie je. Hoppakee. Hoppakee, zo naar boven. Waar is het synchronisatiepunt? Dat is hier. Laten we dat dan gelijk even meepakken. Oh, het is wel pretty nice gebied dit. Nou, dat is een boot. Wat is dit dan weer dan? What the fuck? Oké, ben ik nou dood ofzo? What the fuck? Game is best random. Oh, ik moet eerst die lui... Of niet, ik weet dat niet precies hoor. Nou, ik moet de sluipmoorden als eerste doen. Oké. Nou, laten we dat dan eerst maar eventjes doen. Oh, fijn. Oh, daar staat er ook eentje. Ja. Nou, hebben mensen maar gezien. Dat is nog niet echt bepaald handig, maar oké. Gaan we deze snel even killen. Oh. Er is zo'n kutjong achter mij. Hoppakee, weg gaan we. Oh, kutverdamme, ik word beschoten hier. La, ja, leuk. Ik kan die luiden niet raken. Waarom val ik niet? Ga het water in, ga het water in. Oh, waarom val ik ook überhaupt op die stenen? Wat is dat nou weer voor bullshit? Dat is ook wel weer zeer lekker. Dat ik weer op die kutsteentjes val. Oh, oh ja, fijn. Dan kunnen we het hele kutstuk weer opnieuw doen, blijkbaar. Ik had daar net al aardig wat vermoord, maar kom. Dan gaan we nog even opnieuw doen wat jij wilt, Kane. Hier staat er ook nog eentje. Kom jij nou in één keer weer? Oh, we kunnen hier trouwens nog boven klimmen, zie ik. Kunnen we dat misschien beter doen? Oh, daar is die kutsluitmoordenaar ook. Ja, en ik had nou gehit, dus nou, even schuilen misschien. We moeten even kijken hoe we ook het best aan de overkant kunnen komen. Ik dacht eigenlijk dat we een beetje held er weer bij hebben. Dat is natuurlijk wel zo makkelijk. Oké. Auw, ik ben gehit. Fijn. Oké, wacht het even rustig af. Kunnen we hier eruit? Ja. Niet, want ik zit nu vast. Hoe komen we dan boven, mensen? Ah, hier. Denk ik. Klim, klim als een aapje. La 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 la. Oké. Ja, hier staat er eentje trouwens. Oh, twee. Ja, dat is ook erg fijn. Mooi, dat had ik al gehoopt dat dat lukte. Dan staat daar dan nog eentje. En daar hebben ze allemaal al gekild, dus dat is wel mooi. Dus deze gaat dan helemaal niks door. Oh, jezus, in één keer zo'n klootzak achter me. Kom hier jong, motherfucker. Hoppakee. Ik wil dat kistje ook wel meenemen. Even kijken waar het staat. Staat dat hier of staat dat hieronder? I don't know. Oh, het staat daar. Wacht, ik denk dat het hier staat. Kan dat kloppen? Ja. Ik hoor al zo'n geluidje van zo'n kistje. Oh, we hebben niet zo heel veel mannen meer over, zie ik. Dus dat is ook pretty mooi. Oh, wel, we hebben nog wel wat mannen over. Ik dacht dat er nog een paar stonden. Ik vergiste mij blijkbaar. Waarom gebeurde dat? Oh, voor kleine afstand. Blijven die lui nou uit stilstaan of wat? Loop eens door. Come on. Ik wil daar snel vandoor, dan ben ik nog even. Hé, daar is een schip. Is dat mijn schip? Dat weet ik dus niet. Dat zou best kunnen. We have little choice. We survived French cannons, we will survive this. Oké, verdediger Monroe. Oh. I have got a good line on him. I have him in my sights. Hey, kutkind. Toe, lopen. Ja, ik kan nu dat ding niet meer pakken, dat is wel jammer. Maar we hebben het in ieder geval wel gehad. Loose the sails! You heard the captain, men? Let's get out of here! Move! Move! Shay! Hoppakee, klets! Hey, niet zo'n gillen mietje. I owe you my life, Master Cormac. As do I, Colonel. We have much to discuss. However, I must tend to my troops. Sir, I will accompany you to Johnson's trading post at Onoquaga. Then I shall depart at once, Master Cormac. Meet me there. Oké. Nou, die hebben we al twee niet gedaan. Nou ja, fuck dat. Het hoeft niet per se gelukkig. Dus ja. Oké, mensen, dit was het weer voor deze keer. Ik hoop dat jullie in ieder geval dit weer een leuke video vonden van Assassin's Creed Rogue. Doe even een blauw duimpje omhoog, dat zou ik heel goed waarderen. En dan zie ik je natuurlijk weer bij de volgende video.